Wat doe je nu? Eerst een goede worp. Ja, onder het bruggetje. Oh, dit is een goede vis, Bo. Dit is een serieuze zender. We zijn weer terug op de stek bij de lek waar we de opening hebben beleefd. Zou ik nog wel graag een snoepaard willen vangen? Het is je gegund. Ja, Arne, een mooie baars. Ja. Ja. Kijk, Luke, vis. Ik wil net wat gaan vertellen. Zo. Oeh. En dan hebben we precies het net in de auto gelaten. Oh, kijk eens aan. Mooie aanbeving, man. Yo roofmeisters, welkom bij weer een nieuwe video. We zijn weer terug op de stek bij de lek waar we de opening hebben beleefd. En dat ging super goed. En daarom hebben we dit keer Luc meegenomen. Luc de Groot uit ons team, topper. En we gaan vandaag lekker proberen een snoepbaarsje te vangen. Ja? Dat in ieder geval, baars tussendoor misschien. We gaan beginnen op de lek. Als straks de wind wat meer aantrekt, dan gaan we denk ik door naar een ander kleiner watertje. Wat meer in de luwte. En dan gaan we kijken of het daar ook gaat lukken. Yes. Maar, lekker de avond in vissen. Ja toch? Ja. Let's go! Toen met de opening was het hier bijna alle snoepbaarzen in de eerste 5 meter gehoorde krip. Echt strak erop. Ja. Ik zou ze ook hiervoor verwachten. Ja man. Troebele water. Ja, hangen. Oh, lekker. Een boars. Een boars. Ah, shit. Los. Maar het telt wel, hè, Luc? Het telt gewoon. Ah, die is wel heel warm, hè? Windje maakt het ook goed. Koelt wel echt flink af vanavond. Komt een wolkje bij. Ja. Morgen wordt het gewoon echt koud, hè? Nee. Ja, is vis. Echt? Zeker. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf ook eerst nog niet helemaal door had dat het vis was. Zo, is een mooie ouwe. Moet je eens kijken, man. Dit is geen verkeerde snoepbaars. Eerste snoepbaars van de dag. Ik was hem eigenlijk een beetje aan het binnenspinnen. Want ik viste hier iets te zwaar. Ik viste vrij ondiep. En het was hangen. Hij was super rustig. Dus ik dacht eerst ook nog even dat er gewoon wat vel aan zat. Maar goed, toen voelde ik een tikkie. Ja, dan weet je het. Maar mooi. Baarsje van net losten we voor de kant. Maar nu mooi formaat snoepbaars. Yes. Mooi om te vangen. Ja, we zijn op een nieuwe stek. We waaiden helemaal weg bij de lek. Bruggetje. Veel rustiger water, sowieso lekker in de schaduw. Het was warm vandaag. En nou, gaan we kijken of we hier nog even wat kunnen vangen. Maar het moet goed komen. Oh. Ja. Ja. Er zitten hier allemaal kleintjes voor. Het was gewoon rustig aan binnendraaien. Er ligt een beetje puin daar, daar liggen ze bij. Ja, ah, shit. Nee, 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 dat is aanbeet. 100%. Oh. Ja. Ja! Ik zag hem nooit op het vlak meekomen. Ik zag hem nog steeds voor. Ik kreeg een kleine aanbeet, ik zag hem volgen. En... Leuk. En dat ga je dus krijgen met die kleine shots. Ja. Dus de kleinste baars die ik in jaren heb gevangen, denk ik. We zijn hier onder een bruggetje. En voor ons is het echt heel, heel ondiep met wat puin en takjes en nou ja, een paar baarsjes vandaan getrokken. En achter die pijlers is natuurlijk wel iets wat trek op dit water. En achter die pijlers slijt dan altijd net iets dieper kuiltje uit. En daar ben ik nu een beetje proberen uit te vissen op snoekbaars. Want die baarsen zijn leuk, maar ik vang toch liever snoekbaarsen. En...
Ja, dat doen we eigenlijk met gewoon echt best wel klein kunstaas en ook best wel licht voor ons doen. En jij vist met 7 centimeter. Ja, 7 centimeter. Dat, ja. Dat doe ik normaal gesproken echt nooit. Maar het is ook wel weer leuk om een keertje wat anders te doen. Dus en even lekker uit de wind. Het is super warm geweest vandaag. Maar het is nu wel heel aangenaam aan het worden. En nou, de vissen doen het ook. Op de lek kreeg ook wel lekker beet. Alleen het was gewoon niet meer te doen door de wind. Dus nee. Nu zijn we nog even lekker 1 of 2 uurtjes wat onder de bruggetjes spelen in de schaduw. Daar ligt toch wel, vooral na zo'n zonnige warme dag, liggen die rovers daar toch wel graag. En ja, wat ik zeg, klein kunstaas, lichte hengeltjes, harde aanbeten. Superleuk. Ja, hangen. Nou, tel hem gewoon hoor, Luc. Ja. Vis, baars. Goeie baars. Goeie baars? Mm-hmm. Een mooie baars. Zeker. Ik miste het net alleen. Ja, ik denk, je hebt al vis gevangen op de lek. Ik denk, nu ga ik. Hij is sterk, man. Hij is niet eens zo groot, maar. Hoppa. Ah. Daar is hem. Prima baars, hoor. Yes, op een 7,5 centimeter shedtiertje zijn we naar kleine water gegaan. En eigenlijk de eerste worp al meteen boem. Dat heb je vaak met die kleine spekjes natuurlijk. Ja. Dat is leuk, je weet meteen of ze er zitten, ja of nee. Lekker, man. Niet verkeerd. Nee. Ja, wat zou die zijn? 5 tot 38 of zo? Geen 40. Nee, hij is geen 40. Nee. Nee. Snel nog eentje vangen. Dat was ook echt geen aanbeet, was dit. Gewoon hangen. Ja. Toch wel een snoekbaars vangen hoor. Ja. Ik wil eigenlijk wel echt een snoekbaars vangen. Ja, die zitten hier wel hoor, bij deze brug. Ja. Achter die pijlen. Nu voor snoekbaars gaan, ga ik ook wel iets groter weer. Onder een bruggetje denk ik dat het een beetje pielen, maar nu wil ik wel even een echte vis vangen. Oh, mooi, 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 mooi. Snoekbaars. Goeie beet? Ja, zeker. Zeker. Deze wilden hem hebben. Wat doe je nu? Eerste goede worp. Ja, onder het bruggetje. Oh, dit is een goede vis, Bo. Dit is een serieuze vis, zender. Ja. Dit is een zender, ja. Zeer zeker. Zo! Oeh! En dan hebben we precies het net in de auto gelaten. Oh, dit is een mooie vis. Dit is echt wel een hele mooie snoekbaars hoor. Super donker. En hij lag onder de brug. Eerste worp onder de brug. Boom, dikke aanbeet. Ja, dit zijn wel hele mooie vissen om te vangen. Potverdomme. Super cool, super cool. Hoe groot zou die zijn, denk je, Luc? Ik geef hem 65 ongeveer. Ik denk iets groter zelfs, maar. We hebben geen medelint. Gaat hij weer. Zo. Nou, hier komen we voor. Lekker grap. Bang. Geen verkeerde vis, man. Lekker, man. Tering. Ja, het lijkt alsof alles lukt afgelopen week. Eergisteren wezen zeebaars heel goed gevangen. Short niet, maar dat gaan jullie vanzelf terugzien in de video. Dikke metersnoek in de polder op een wopperplopper. Nou ja, hier is dan geen gigantische vis. Maar voor dit soort watertjes is het echt een supermooie vis. We weten niet helemaal hoe groot hij is. We hebben hem niet gemeten. We wilden hem ook gewoon weer snel terugzetten vanwege de temperatuur. Luc schat hem rond de 65 centimeter. Ik hoop dat hij iets groter is. Maar wij zijn heel benieuwd wat jullie denken. Laat het vooral weten. Hoe groot is die snoekbaars? Ik denk dat we hier nog 1-2 worpjes doen. En dan gaan we nog even door naar het laatste stekkie. Ja, gaan we gewoon weer zo'n soort gelijk kleine stek opzoeken. Waar we gewoon niet te veel hoeven te lopen. En gewoon een beetje kunnen gooien. En dan gaan we zou ik nog wel graag een snoekbaars willen vangen. Is je gegund? Ja, ik hoop het wel. En ik heb dit seizoen nog steeds geen echt harde aanbeet gehad van snoepbaars. Ik heb er nog niet echt op gevist, maar die heb ik wel gemist. Dat snap ik, dat snap ik. Ja, ik kan je vertellen, Luc, het is heerlijk die aanbeet van net. Maak me nou niet te gek. Nee, ja. Moet lukken, man. Ja. En dan is morgen weer een dag. Juist, ja, dan gaan we er wel een paar krijgen. Ja. Nou, we zijn bij het laatste. Ja.
Kijk, Luc heeft vis. Ik wil net wat gaan vertellen. Tijdens het afzakken, joh. Dat we hier zo bij een nieuw stekje zijn. Kijk eens. Super. Ik trok net mijn lijn strak. Terwijl aan het afzinken, ik heb een baars hier, denk ik. Netjes. Ja. En ik had net eerst het tweede worpje met... Oh, klein snoepbaarsje. Je wilt een snoepbaars vangen. Nou. Ik heb even weer een wat kleine setje eraan. Want we zeiden allebei van... Ah, die andere stek zag toch wat vissiger uit. Om de een of andere reden. Net wat meer structuur die je kon aanwerpen. Ja. Het is gewoon echt alleen een brug met breed en stond wat trek op. Maar goed, een klein setje deed het dan toch. Wat een super, man. Ja. Tijdens het afzakken, ik kreeg opeens een best wel... Ik had een best wel slappe lijn nog. Dus ik was een beetje aan het aandraaien. Gewoon toink. Nou, een visje. Yes. Lekker bezig. Niet de grote, maar ik heb mijn snoepbaars. Daar ging het om, toch? Juist. Ik ga het hier zo denk ik ook even met een plug proberen. Ja, ik denk klein dan inderdaad. Zeker als je zegt dat je hier in het verleden heel veel kleine baars hebt gevangen. Mist er één. Luc, we gaan hem afsluiten. Zeker. We hebben een mooie dag gehad, denk ik, toch? Ja, kort gevist. Wel kort resultaat. Gevist. Ja, dat is absoluut. Anders gehad. We hebben 3 snoekbaarzen. Ja. 3 baarzen. Ja, zoiets. Een paar missers. Heel paar veel lossers. Ja. Dus ja, ik denk dat we niet mogen klagen. Zeker niet. Nee. Dankjewel. Kom goed. En absoluut. Tot morgen. En tot morgen. Ja, we gaan morgen weer op pad. Morgen gaan we het grote water op, wat ik al zei. Dan gaan we kijken of we nog veel grotere vis kunnen vangen. En vanaf de boot. Voor nu gaan we hem afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Laat weten wat je van deze video vond. Laat een duimpje en een reactie achter. Abonneer op ons kanaal, niet te vergeten. En dan zien we jullie bij de volgende video. Tot later. Later.